Bommetje, ja, we zitten weer. Bommetje, ach, daar zijn we! Goeiemiddag! Ja, hij is werkelijk. Hij heeft vroeger genomen, meneer Bommekamp. Trammetje vroeger, heel verstandig, hè. Dan zijn we eens een keer op tijd. Nou, weet je, het lijkt mij het beste dat we meteen gaan beginnen met allereerst artiest. Want we zitten weer in de Nokkie. Nokkie, Nokkie, Nokkie. Ja, en Nokkie, Nokkie en Bommetje. Ach, Nokkie en Bommetje. Ja, een vrolijk vervolgverhaal voor de jeugd. Nou, daar gaan we, jongens. We gaan beginnen, hè. Nou, en de eerste artiest, u kent hem allemaal. Daar is de koffie. Ah, daar is Harry al. Met de koffie. Heel vroeger gekomen, Harry. Nou, ik heb even wat vroeger. Ik denk dat is lekker. Dan kan ik even van storren voor de koffie en zo, hè. Zet het hier, meneer. Ja, hoor. Weer gehad. Met de koffie. Nou, Harry, zet je nog niet, hè? Ja, ik ga meteen niet meer zetten. Lekker bakkie. Nou, mensen, als we nou eventjes, hè, laten we nou gelijk. Hey, kom op nou, jongens, laten we nou eens een keer gaan beginnen. Wat is er nou, de groot? Ik begrijp niet. Ik begrijp het niet. Wat nou? Doen we niet mijn spreuk. Doen we niet mijn spreuk. Nou, daar komt hij weer. Daar komt zijn spreuk. Nou, hou je me vast, mensen. Dan word ik hem even opzoeken. Nee, gaat hij hem opzoeken? John loopt al. Mocht hem even opzoeken. Nou, we wachten wel. Maak het uit. Wat denk je van vuil of varrens? Mooi, daar zijn we weer doorheen. Dat was er alweer. Nou, dat is erg meegevallen. Hé? Dat is een leuke. Wie komen er allemaal vandaag, meneer Bommekamp? Komen er nog bijzondere artiesten? Oh, dat zal ik even vertellen, Bert. Komt Willy Alberti? Willy Alberti is nog niet zeker. Is niet dat zeker. Is klein. Daar ben ik een fan van. Een fan van Willy, ja, dat zijn er natuurlijk een heleboel, hè. Willy Alberti heeft heel veel fans. Ja, natuurlijk. Ik ben ook een fan, hoor, van Willy Alberti. Ja, ik ook, want die is klein en niet eert, die is het grote niet weert, hè. En de eerste artiest die nu gaat komen... Dan hoor je, was ook een spreuk, denk. Nou, kom op nou maar met die ik heb het gehoord. Oh, nou maar, heb het twee. Zoals ik al zei, nou, wie komt er? Allereerst heb ik speciaal... De eerste artiest... Want er is heel veel ongevraagd. Ja, nou kom op dan. Wie dan? Waar dan? Hoe? Wat? Nou, een zangeres, man. Een zangeres? Nou, kom op dan. Ik ben de naam kwijt. Bachelijk, hè. Ik ben de naam kwijt. Zo heet ze. De zangeres zonder naam. Oh, wat leuk. De zangeres zonder naam. Heb je al die koffie, Harry? Ja! Ik weet niet. Weet je waarom ik huil? Weet je waarom ik huil? Nee, nou, vertel dan, ik brand van nieuwsgierigheid. Weet je waarom ik huil? Ik wil jou ook niet. Nou, en waarom huilt ze nou? Weet oh, wacht even. Misschien weet het zelf ook niet. Dat ze dan ons vraagt natuurlijk. Dat kan het zijn natuurlijk. Ze weet waarschijnlijk zelf niet waarom ze huilt. Dus ze vraagt het ons, weet u misschien waarom ik huil? Weet ze zelf ook niet, hè? Weten wij niet, Marie? Weten wij niet? Niet gezien. Ja, nou, de amateur hoeft over jou. Zal ik het even doen? Is hij er weer niet, hè? Dat is toch al weken, half twee, behoor je. Dat is half uurtje van tevoren. Er zijn, hè, schminken, omkleden. Ik begrijp het nou niet. Zijn ze er al, ik weet niet hoe lang in de huid zijn ze er nog. Zal ik het even doen, Nick? Ja, we hebben iemand anders. Ja. Nou, dames en heren, dan komt hij dan. Ome Joop met zijn amateurhoek. Hallo fans, hier is ome Joop met zijn amateurhoekje. Hey joh, waar ben ik nou weer helemaal voor van huis gekomen? Is dat tegen mij? Hey joh, waar ben ik nou weer helemaal voor van huis gekomen? Hey, daar ben ik hoor. Hey.
Joop. Hé, ome Joop, wat ben u laat? We zijn al begonnen met de amateurhoekje. Ome Joop, wij hebben ontdekt dat als je een tram... De bewekkerradio stond nog op zomertijd, meen je? Ome Joop, dat is toch lang meteen nog toch belachelijk, hè? Bewekkerradio op zomertijd. Nou, kom op, jongens, gauw beginnen met de amateurhoekje. Ome Joop, ik heb... Waar ben ik nou weer helemaal vol van huis gekomen, joh? Nou, dat had ik al gezegd, ome Joop. Nou, ik zal me weer gelijk nieuwe gaan zetten, hè? Ja, lekker, hè. Geef mij maar extra sterkte vandaag. Nou, hé, joh, waar ben ik voor van huis gekomen? Voor die halve zo met z'n koffie of zijn de amateurs? Oh, nee, ik heb een hele leuke amateur. Zo, wat weet je, meisje? Wat leuk, wat hoor ik, amateurs? Ja, een hele leuke. Van Leidse Loetje heet die. Leidse Loetje? En die zingt, ik heb geen tand meer in de hand. Oh, ik heb geen tand meer in de hand. Nou, dan zou ik hem even een klap op zijn bek geven, hè. Dan leggen ze tanden op de grond. Nee, ome Joop, nee. En die zo oprapen met zijn hand. Nee, maar dat mag helemaal niet, want hij moet ermee klipperen. Klipperen? Ja, hij klippert met zijn gebit. Ach, en is dat terwijl hij het gebit nog in zijn mond heeft? Ja, dat hoort bij het plaatje. Zemees, is dat niet onsmakelijk? Nou, laat me even luisteren. We kunnen nog even luisteren. Ja. Nou, ik verwacht er niet veel van, mees. Daar komt die Leidse Loetje. Ik heb geen tand meer in de hand. Mijn tanden doen niet wat ik wil. Ze staan geen 2 minuten stil. Ik heb geen tand meer in de hand. Want als ik even ademhaal of mijn gedachten niet bepaal, gebeurt er dit met mijn gebit. Gebeurt er dit? Meneer, zijn gebit is op de grond gevallen. Makkelijk eentje, weet je. Luistert u naar het lach of ik schiet je? En daar ik is er wat bij vertellen, die. Wat is er nou weer? Ik ben alweer aan het volgende. Belachelijk, hè? Ik zeg, ik ben al zingt... bezig van. En daarin is het nu tijd. Kom, hij. Nou, wat is er nou? Hij zingt, luistert u naar de lach of ik schiet je? Wie nou? Hij zingt. Waar heb je het nou over? Waar gaat het nou over? Die jingle. Die jingle. Ja. Van lach of ik schiet je. Ja, is eigenlijk te dik voor mekaar, Sjeel. Ja, dat weten de mensen toch wel. Lach of ik schiet of dik voor mekaar. Dat weet toch iedereen? Dat is toch, hè? Dat kent toch? Dat is toch, weet toch? Oh, ja. Hallo, meneer Van Brakel heeft net opgebeld. Of u even een jingeltje voor hem wil maken, dan kunt u dan draaien in los vast. Is papiertje. Hallo, meneer Joop. Die staat of u het even wil doen. Dat ik moet ik die Van Brakel. Nou, daar gaat hij eens. Ik ken die. Ja, meneer Joop, dan start ik de muziek wel even. Weinig veren en veel gekakel, ja daar komt-ie, Gert van Brakel. Mooi, en dan is het nu zo. Kijk eens wat er daar in de zaal gebeurt. Ach, dan is de zangeres zonder naam. Die gaat nou aan het publiek ook al vragen van weet je waarom. Dat weten die mensen ook niet natuurlijk, hè. Hallo, Marie. Marie, laat nou vragen. Ik kan niet al die mensen toch. Ze zit nou bij die oude man zo. Ja, dat kan natuurlijk. Nou ja, we gaan gewoon door met het programma. Dames en heren, u begrijpt zelf ook wel. We zitten zo nokkie, 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 hè. Dat heb ik u al meer verteld. En daarom gaan we nu gewoon... Bommetje, Dick. Ja, bommetje, dat weet ik wel. En daarom lijkt het mij nu persoonlijk de allerhoogste tijd. Moet je kijken. Ja, ik heb het gezien, de groot. Ik heb het gezien, moet je kijken. Dat is er weer. Dat lijkt... Zie je dat, Dick? Het lijkt wel een collecte. Hoezo? Iedereen schudt nee. Nou, kom nou op, mensen. We gaan verder. Oh, Dick. Leek me wel even leuk. Ja, ik moet je nog even wat vertellen. Wat ga je vertellen ik dan, ik heb van de week een hele leuke buitenopname leuke gemaakt. Leuke buiten? Ah, ja. Oh, wat leuk. De Groot hebben een buitenopname gemaakt. Waarvan, De Groot? Waarvan? Op het kruispunt bij mij. Ja.
Ja, dat is heel leuk. Wat leuk. Zal ik even laten horen? Ja, laat even horen dan. Ja, wat was dat? Wat was dat? Ja. Ik stond dus op het kruispunt met een band in korte aan. En opeens allebei de stoplichten op groen. Ja. Zo. Ja, ik hoor het, zeg. En toen? Enfin, die ene man stapt uit. En weet je wat hij zegt? Nou. Had je echt niet even kunnen wachten? Ja, dat was een leuke opname. En daarom lijkt het mij nu de hoogste tijd, ik weet niet hoe u erover denkt, maar het lijkt mij wel zo de hoogste tijd voor de prijsvraag te groot. Dan moet ik even de spullen pakken. Ja, natuurlijk. Nou, de groot pak even de spullen, dames en heren. Dan gaan wij even over naar de prijsvraag. U voelt hem al aankomen, hè? Daar gaan we weer. Ja. Hou je vast, want daar komen de leuke... Zal ik eerst even de vorige opgave natuurlijk. Hij begint er al aardig te leren, ja. Hey, als er iemand voor me komt, ik ben er even niet mee, zeg. Even op de hoek, neutje halen. Ja, kom op nou, de groot van heb je nou, hè? Daar komen ze, ja. Van vorige week. Ja, van vorige. Die zangeres ook steeds. Nou, wat is de vraag? Even het stofje van een auto. Jongen, even het stofje van de naald halen. Geen meter meer te bekennen. Hoor eens even. Als jij toch van me, waarom ben je gekomen? Waarom? Als jij toch van me gaat. Waarom ben jij? Jongen, nou ja, dat komt toch niet meer, mensen. Heb jij het hoesje daar? Heb jij het hoesje daar, alsof er nog enig nut heeft? De vraag was dus vorige week, waarom ben jij gekomen? En daar zijn weer talloze leuke antwoorden op gekomen. En hier komen dan een aantal van die leuke antwoorden. De groot, ga even, er komen zo mensen. Hou je me vast, hoor. Hou je vast, hoor, want dat is... Hallo, gaat u achter in de zaal vragen? Niet hier voor, we zijn hier met een programma bezig. Die zangeres steeds gezeurd. Omdat ik nog een keer wilde lachen om je rare kop. Leuk! Van Toon Diependal. Een flauwekul, hè, mensen. En Tineke Veenstra uit Bitsum of zo. Tineke Veenstra, nou, die zit ook verschut, zie ik. Ja. Die kan ook voorlopig de straat niet meer op. Die heb ook, weet je... Nou, die heb, weet je. Waarom ben je van mij gegaan? Om te boksen. Om te boksen, wat een giller, hè, om te boksen. Ja, ik ken er ook niet om. Deze is van Jannie Buitendijk. Jannie Buitendijk. Waarom ben je gekomen als jij toch van me gaat? Nou. Martien Rittenkaart was nog niet vol. Hij is leuk! Ik geef me helemaal plat, hoor. Waarom ben jij gekomen als jij toch van me houdt? Ik ben nog niet overeind. Ja, daar ben ik weer, hè. Wat een klapper, hè. Van Jos van Mulbrecht. Ik lag plat ineens, hè. Nee, ik markeerde niks. Ik moest lachen. Helemaal plat. Ja, ik lag helemaal plat. Dan heb ik hier de oplossing van Jos van Mulbrecht uit Zwolle. Ja, is dat een winnaar? Nee, waarom ben je gekomen als jij toch van me houdt? Nou... Ik wilde eerst mijn zuster sturen, maar je aftershave ruikt zo lekker. Leuk! Hij is winnaar, Dick. De winnaar, Dick. Winnaar, hoor. Nou, wees, hè. Wat een schandaal, hè. Dus E van Sark. E van Sark, ja. Van IJsingalaan 38 in Utrecht. Je hebt als antwoord... Ik zal hem alweer gelijk niet meer gaan zetten, hè. Waarom ben je gekomen als je... Nee, het gaat wel. Waarom ben je gekomen als jij toch van me houdt? Ja. Ik krijg nog een tientje van je. Hij is leuk! Dat was
was het dan? De prijsvraag. Nou, dan even snel de nieuwe opgave. We hebben dat ook weer gehad. Hè. Alles moet je aangeven, alles moet je zeggen. Oh, daar heb ik niet op gerekend. Daar heb je niet op gerekend. We kennen toch... We moeten... Lachelijk, hè. We moeten toch een nieuwe vraag. Oh, nou toch! Dat is de nieuwe opgave, maar de nieuwe opgave. Nou, kom op met de nieuwe opgave. Ja. Het naaldje ligt eruit, Dick. Het naaldje! Het naaldje ligt... Ja, ja, u hoort het goed. Het naaldje! Ja, ik hoor het ook. Ja, het naaldje ligt eruit. Ja. Nou, en nou hebben we een nieuwe opgave. Zou dat nog kunnen? Zou dat nou kunnen? Nou, wat doen we nou? Kom op, we moeten toch een nieuwe vraag hebben? Mevrouw zonder naam. Kan u even, ja, zonder naam kan u even hier komen voor de nieuwe opgave? De nieuwe opgave? Ach, de zangeres heeft een vraag! Ja, Dick, daar is hoor. Ja, laat maar komen. Weet je waarom ik dat is dus de vraag van deze week. Als u daar een leuk antwoord op weet, weet u waarom de zangeres huilt? Nou, dat zou ik niet weten. Daar gaat het. Stil nou even, Pep, dan worden die mensen nog. En dan stuur je een briefkaartje aan de groot. Kom op, nou even toe, nou even, kom aan. NCRV. NCRV. Per adres, Gert van Brakel. Ja, dat hoeft er allemaal niet bij. Hou dan maar, zangeres. Marie, nokken. Schuttersweg 8 tot 10, kan ook 9 wezen ja, dus. Dat weten we nou onderaf wel, in ja. In Hilversum. In Hilversum, ja! Zo, mees, daar ben ik weer. Is het afgelopen, die prijsvraag? Ja hoor, het is afgelopen, de prijsvraag. Nou, en dan hebben we nu even leuk... Wat dan doet er met die... De groot, gooi die zangeres onderaan de deur uit. Schiet op, daar heb ik nou geen zin meer in langer. Nou weet ik het wel, hoor. Het is een aardig mens. Ja, het is een aardig mens, klopt. De deur uit met die zangeres. Vooruit, geef er een douw en gooi de deur achter de dicht. Oh, mag ik dat niet even doen? Vooruit, Marie, hup! Wat was dat, wat ik hoorde? Wat was dat? Dat was de koffie. Mooi, en we hebben nu een verrassing. Zonder Dick, want ik had wel een lekker bakje. Ja, we hebben, al even, we hebben nu even een verrassing. Heel erg leuk. Ja, ik ga het ook even. Ja, want een kopje je krijgt in nood geen koffie. Nou, mag ik nou even? We hebben namelijk een verrassing. Wou je wat zeggen? Heel erg leuk. Er komt... Dick, bommetje. Wat nou, bommetje? Bommetje, we zitten bommetje. Ja, dat weet ik, nokkie nokkie. Maar er komt namelijk iemand uit het land, zal ik maar zeggen, een luisteraar. En die had een vraag, hè. Die had graag dat hier iemand optrad. En die gaat nu even duidelijk maken wie die precies bedoelt. Ja. Oh, Joop, even opletten, hoor. Wat is dat, Joop? Wat is dat? Gaat die wat aan mij vragen of zo? Geloof het wel, ome Joop. Oh, we hebben een heel mooie Joop. Zie ik jou op televisie, hang ik altijd aan de buik. Oh ja? Yeah. Aan je beeld en aan je lippen, want dan heb ik jou in huis. Ja, yeah, dat heb ik zo vaak. Zie ik jou op televisie, nou dan is mijn avond goed. Yeah. Daaruit mag je concluderen dat je mij gewoon iets doet. Dankjewel. Oh Martine, oh Martine. Martine? Ja! Het gaat over Martine Bijl, Martine Bijl. En dan hebben we een verrassing voor deze meneer. Want wie is hier aanwezig? Johnny Jordaan, Dick. Johnny Jordaan. Johnny Jordaan. Belachelijk, hè? Ik begrijp dat nou niet, hè? Je hoort iemand eruit gebreid, hè? Martine, Martine. Daar ga je Johnny. Martine Bijl. Martine Bijl. Ja! Oh, dat komt zo. Mijn moeder zei altijd al dat ik reuze leuk kon zingen. En ze zei altijd... Kom eens, ik heb hele grote bloedolen. Nou, toen moest ik dus op zangles bij een oude grijze dame. En die zei... Ik voel me helemaal te gek vandaag. Nou, de eerste keren moest ik dus de noten leren lezen. Maar mijn moeder zei... Weet je... Nou, dus mijn moeder zei de lessen dus weer op. Nou,
Toen nam ze me dus mee naar een meneer die het kon weten. Want die was dus vroeger drummer in een band. En dus zong ik dus dat liedje voor van... I'm gonna tell him, man, what I'm gonna do. En die man, die gaf mij dus een compliment. Toen werd er in de buurt dus een talentenjacht gehouden. En toen zei mijn moeder dus... Ik ben aan de drank verslaafd. Nou, toen stond ik op toneel. Ik zong dus weer van... I'm gonna tell him, man. En wat denk je dus? Ik werd dus nummer 1. Nou, toen mocht ik in de studio een plaatje komen maken... Want een plaatje maken, dit was de eerste prijs. Nou, daarvoor had ik dus 2 hele nieuwe liedjes moeten leren. Van... Huppelen, singelen, bom, we springen weer lekker uit de band. En Nachten van Parijs. De trompetten en violen stonden dus al op een bandje. En die kwamen uit een soort van telefoon. En mijn moeder was dus mee. Die zat me al erop te jutten. En ik dacht nog minst, doe het nou een keer gewoon. Nou, toen zei mijn moeder dus... Zorg dat je erbij komt. Bij de Alibe, bij de Alibe. Want die hebben leuke shows met veel muziek. Maar mijn vader zei... De eerste de beste die nou nog het lef heeft om 1 keer zijn laadklep open te doen... Die krijgt onmiddellijk 6 weken zwaar van me. Is dat begrepen? Nou, toen ging mijn moeder dus gelijk. Mijn vader zit te katten van... Wat heb je grote handen? Oude zak tabak. Als ik ooit nog eens een keer aan een talentenjacht zou meedoen... Nou, dan weet ik liever nooit meer nummer 1. Hoogste tijd geworden voor de Groot. Zeg het zelf eens. Nou, oh, telefoon, de Groot, pak op. Hallo. Ja, die is er. Ja, het is voor jou, Dick. Ja. Oh, is voor mij. Ja, geen mee. Hallo, met wie? Nou, is het afgelopen, hè, mevrouw? Zeur iedere keer. Is het nu? U hoort hem alweer aankomen, de hoogste tijd voor... Ik heb hem nog niet gehoord. Ja, natuurlijk, je hoort hem toch. Hoogste tijd geworden voor... Ome Joop, met zijn verzoek ook, mensen. Nou, nee, ome Joop, wacht even. Ho, ho, want we zitten al dik aan de tijd. Oef, wat komt er? Moeten wij nog iets doen of zo? Ik dacht dat vader Abraham nog zou komen. Ja, vader, daar ben ik speciaal voor gekomen. Ja. Ik heb mijn boekje voor handtekeningen. Ja, kun je hierin schrijven? Ik heb een klik-klak-ritscamera. Ja, en ik heb een schaar genomen. Dus. Ach, een schaar, ome Joop. Oh, u knipt natuurlijk een stukje van de baard af. Nee, je knipt die rand van zijn bolhoed. Maar hallo, vader Abraham komt niet. Hij komt volgende week, hij heeft net gebeld. Oh ja, waarom komt hij niet, Harry? Nou, toen hij dat wou zeggen, viel net zijn laatste kwartje door. Oh, nou, dat komt goed uit, mensje. Dan kunnen we nou eindelijk van mij die verzoek ook eens een keer doen. Goedemiddag, ben je er op tijd? Ja, meneer Toerbeurt. Ah, fijn, dan ben ik weer. Kees Toerbeurt. Dat is ook leuk, Beb. Ja, Kees Toerbeurt, met de plaatbespreking. Meneer Toerbeurt. Zit er ziet er wel naar uit dat ik weer niet om de beurt kom, hè, mensen. Ja, ook wachten. En deze keer wou ik een plaat ik gaan bespreken. Even, meneer Toerbeurt, u komt niet elke week, hè? We elkaar rommel dadelijk. Nee, ik kom bij Toerbeurt dus, hè. Oh, vandaag. Maar deze keer wou ik dus een plaat gaan bespreken van Nico Haak.
En die plaat heet Energie. Energie, daar komt hij hoor. Zag hem even voorzichtig. Holala, dat kost nog eens een naaltje. Nou, daar komt hij. Even wachten. Ja, holala. Dat is het begin dus, hè. Dus daar kan gewoon doorheen praten. Doen deze jockeys ook altijd. Wanneer jij staat te douchen, energie. Energie, dat gaat dus over zijn vrouw waarschijnlijk, hè. Die heet Energie. Want geloof me, zonder olie gaat dat niet. Kijk, dat is natuurlijk dom, hè. Want waarom zou je zonder olie niet kunnen douchen, hè? Dat heeft niks met douchen te maken, hè. Uit het ding komt water. En zo'n ding gaat op gas, niet waar. Dus waarom kun je niet zonder olie douchen, hè? Dat is al fout, hè. Fout 1. We moeten terug naar de koppen. Elk anders ruggen schrobben. Hey Marie. Energie, daar gaan we dus over. We moeten meer energie besparen. We gaan er staat te koken, energie. Met koken heb je ook veel energie. Want geloof me, zonder aardgas gaat dat niet. Nee, je kan natuurlijk niet zonder aardgas. Oh, wij hebben thuis een fornuis gehad op elektriciteit. Ja, dat scheelt. Ja. Doe voortaan een beetje minder. Dan ben je geen verslinder. Hey Marie. Energie. Hoor je wel, hè? Energie, gezellig plaatje. En ik geloof dan ook te mogen. Wat doet u nou? Hallo meneer de Groot, waarom zet u nou die plaat af? Oh, dan besparen we nog meer energie. Ja, dames en heren, daar ben ik toch weer. Nou, u hebt het al gehoord natuurlijk aan de begintune. Het hoogtepunt van deze uitzending, en zoals van alle uitzendingen, is weer aangebroken. Want hier is hij weer. Uw, mijn, onze, eigen, meneer de Groot. Ja. Meneer de Groot. Hallo, fans. Hier meneer is meneer... de Groot is dit, dames en heren. Hier is meneer de Groot. Nou, daar heb je hoor, meneer de Groot. Nou, ros maar uit het toestel. Dik, voordat... Kwak er maar een bijl in. Ja, voordat ik mijn normale mopjes even ga vertellen. Voordat! Moet ik je nog even zeggen wat ik van de week meegemaakt heb. Ik ga even liggen, mensen. Dat was heel leuk. Ik stond in een café bij ons op de hoek. Ik lig nu helemaal plat achterover. En toen komt er een Belg binnen. Ik raad u aan om dat ook te doen. Gewoon plat gaan liggen. En die zegt tegen die barkeeper... Met de handen in de nek. Spreekt u Engels? Ja, zegt die barkeeper. En nergens aan denken, gewoon de gordijnen dicht doen. Toen zegt hij... Gewoon de gordijnen dicht en natte watten op de ogen. Die Belg zegt dus, spreekt u Engels? Ja, zegt die barkeeper. Oh, zegt die Belg, heb u dan een glaasje 7-Up voor mij? Hé, wat lekker, mensen. Hé, wat lekker. Begrijp je hem, Dick? Hé? Begrijp je hem? Ja, hij was lekker. We gaan nou wat over... Wat goed is, is hete doeken in de knieholten. Dan ga ik nou over tot mijn normale mopjes, Dick. Of open gesneden citroenen onder je oksel. Ik wou deze keer eens wat andere mopjes doen, Dick. In plaats van het rijden en het zinken. Zo zalig, je hoort helemaal niks meer. De wereld bestaat niet meer. Weet je waarom de man voor 6 miljoen nooit hoppen drinkt? Anders wordt hij weer mens. Oh, ik heb er nog één. Weet jij waarom Frits van Turenhout altijd uit het raam zit te kijken? Wat een rust, hè, mensen. Wat een rust, hè. Dat doet hij omdat Frits zo van Turenhout. Zo, en dan heb ik hier de bonus, de natte watten eraf leggen. Hier is de bonus. En dan langzaam weer. Daar ben ik weer, zeg. Heb ik wel gemist, de Groot? Hier is het toch allemaal afgelopen? Hier is de bonus, Dick. Oh, ik was even helemaal weg, was ik, hoor. Petra Frederiks, Breienhof 16-3 Hoog in Amsterdam. Wat is dit, de bonus? Het is rood met gele strepen. Wat is dat? Ik weet het niet, de Groot. Ik weet het niet. Het is een tomaat met bretels. Tomaat met bretels. Nou, die konden we al, hoor. Dat is helemaal oude, hè. Tomaat met bretels, die hoorde ik al toen ik zo was. Ja, en het is... Ik was nog maar zo te horen, die ik hem al. Het is paars met gele strepen. Wat is dat dan? Paars met gele... Dat weet ik niet. Paars met gele strepen. Dat is een tomaat die zijn bretels zo strak heeft aangetrokken. Zijn we er? Kijk, afsluiten!
wij moeten er ook vandoor, hoor. Eenmaal de boodschappen doen voor morgen. Oh, ik heb morgen visite. Nou, dan komt mooi uit, want we zijn aan het einde. Nou, ja. Dit was dan weer de Dik voor Mekaar show. Gelach of ik schiet, show. Presentatie was in handen van mezelf. Hey, Dick, en productie had ik. Onbelangrijk. Meisje, word ik ook nog eens een keer genoemd dat ik ook meedoe. Ik heb ook mijn post. Ja.